Hoi, ik ben Iris van Mama Botanica en zoals je misschien wel weet hou ik heel erg veel van planten in mijn huis. Ik ben onlangs met een nieuw project begonnen. Ik ben namelijk begonnen met het schrijven van mijn tweede boek. Want door de corona zijn helaas al mijn workshops gecanceld, wat super zonde is en wat ik echt heel erg jammer vind. Maar ik ben dus wel gelijk weer met een nieuw project begonnen. En dat is dus mijn tweede boek. Het gaat heten Een huis vol planten. En het geeft heel veel inspiratie, maar ook kennis om nog meer planten in je huis te halen en er nog beter voor te kunnen zorgen. Ik krijg namelijk heel erg veel vragen over licht in huis. Dus ik ga daar heel erg diep op in. Ik vertel je wat voor soorten licht er in je huis vallen, hoe je dat kan herkennen. En natuurlijk, belangrijkste misschien wel, wat voor planten je daar dan neer kan zetten. Want dat is stap 1 bij het krijgen van mooie, gelukkige planten. Dus aan de ene kant ga ik heel erg in op het licht in je huis. Maar aan de andere kant ga ik als een soort houseplant tour video door mijn huis heen. En kies ik de mooiste planten uit mijn huis uit om wat meer over te vertellen. Dus ik vertel over mijn persoonlijke ervaring met een plant. Maar ook natuurlijk heel erg veel verzorgingstips die je ook voor je eigen planten thuis kunt gebruiken. Nou geef ik dit boek in eigen beheer uit. Dat betekent dat je heel veel kosten hebt van tevoren. Dan moet ik bijvoorbeeld een vormgever betalen die het boek extra mooi gaat vormgeven. En daar heb ik dus ook jouw hulp bij nodig. Ik heb heel erg veel zin om dit boek te gaan maken, om het te schrijven en te fotograferen. En ik hoop dat jij met evenveel plezier in het najaar door dit boek zal bladeren en weer allemaal nieuwe inspiratie krijgt. Ik ben je super dankbaar als je dit project wil steunen, want dan kunnen we samen nog meer plantenliefde verspreiden. Thank you.